De 18-jarige Nico Pavias werd in september 1944 doodgeschoten door de Duitse wacht van kamp Beugelen. Roelof Vogelsang is één van de weinigen die het verhaal nog na kan vertellen. Hij woonde rond de oorlog als 15-jarige jongen tegenover kamp Beugelen. Dit kamp in Staphorst diende nadat de Joden er zaten als Nederlandse arbeidsdienst. Nico Pavias uit Rotterdam zat in de arbeidsdienst en verbleef in kamp Beugelen. In een zomernacht in september 1944 hoorde Roelof Vogelsang vanuit zijn slaapkamerraam 3 schoten. Hij durfde toen niet te gaan kijken, maar de dag erna hoorde hij wat er was gebeurd. Dat heb ik toevallig gehoord. Het was hoe laat in de nacht, weet ik niet. Ik kan om en bij 12 uur geweest zijn, kan wel iets later geweest zijn, iets eerder, weet ik ook niet. Maar ik heb het door het schiet. Nou, toevallig denk ik wakker, of weet ik ook niet. Ik had in ieder geval, het was prachtig weer en hij het raam los. Dat klinkt goed, hè? Ja. Nee, het raam open. En toen was die zoon dan, die was toen in het kamp als arbeidsdienstjongen. Ja. En die beviel dat niet zo geweldig daar. En, nou ja, dat was het ergste nog niet, maar hij zag aankomen dat ze naar Duitsland moesten. En hij was bang dat ze ingeleid worden in Duitse leger, zeg maar. Ja. En, toen wou hij aan vluchten. En we hadden met een van de boeren hadden het overlegd. En we weten nog niet wie. En die zou hem opvangen. En hoe was dat uitgelegd? Dus dat de mensen dat wisten, dat erachter kwam, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, die is er niet geweest. Op de plek waar het overleg was. En toen is hij verlegen geworden. En ik dacht, ja, waar moet ik nou naartoe? Dom dat hij niet bij ons gekomen is. En hij ging weer terug naar kamp toe. Nou, toen, in de tussentijd dat hij weg geweest is, zijn de Duitsers op wacht gekomen. Er stond nooit geen Duitse wacht en toen was er toevallig net die avond zijn de Duitsers op wacht gekomen. En hij werd kamp binnengekruipen en toen schieten ze. En u heeft die Nico ook niet gesproken meer daarover, voordat hij hier ging ontsnappen? Nee, we hebben er niet over gehoord. Nee, hadden we het maar gezegd. Ja. Dan hadden we wel een plekje gemaakt. Zeker ja. Winnen. Want hoe ging dat verder dan? U hoorde die betreffende nacht, die schoten. Bent u toen naar buiten gegaan om te kijken of binnen? Nee, niks. Na de morgen pas. U zei, nou, er is ook schoten vannacht op het raam. Ja. Maar verder van de rest niet. En toen kwam de melkrijder. Zeg maar, die de melkbus naar de fabriek bracht. En die kwam om een uur of 10:30 kwam die met de lege bus weer, zeg maar. En die vertelde het, ja, zo en zo. Die vertelde het dat er eentje doorschoken was op kamp. En wist u toen gelijk wie het was? Ja, dat moest dat wisten, weet ik niet, maar dat wordt er wel direct bij verteld.